De verkeersborden aan de Oranjesingel werden vrijdagmiddag door vrijwilligers schoongemaakt. Het project werd gecoördineerd door medewerkers van de gemeente Nijmegen in verband met Groene Vrijdag. Een kleine groep verzamelde om 14:00 bij de vereniging om vervolgens de vervuilde borden te reinigen. Deelnemers moesten zelf voor goede werkkleding en een fluoriserend hesje zorgen. De activiteit werd georganiseerd in het kader van Groene Vrijdag, de afsluiting van Nijmegen als European Green Capital.